Virginia, we zijn klaar om je vader te gaan verdedigen. Hij spreekt de waarheid en wij zullen dat in Rome bewijzen. We zijn inderdaad al een heel stuk gevorderd. En ook ik voel mijn vrijheid naderen. Maar we hebben ons einddoel nog niet bereikt. Het laatste stuk is heel gevaarlijk. Vooral als je denkt de waarheid te kennen. Kijk, ik had gisteren contact met Cohen. Wat hij vertelde, moeten jullie weten voor jullie vertrekken. De paus heeft mijn vader toch altijd beschermd? Waarom heeft hij die steun dan nu verloren? De razernij van de paus, toen de Dialogo eenmaal gepubliceerd was, daar is veel speculatie over. Rechtstreeks weten we er niks van. Er zijn geen geschreven stukken waarin de paus heeft opgeschreven wat hem nu tot die razernij gebracht heeft. Ja, dat is dus altijd een beetje een raadsel gebleven, al zijn er wel een aantal mogelijke oplossingen voor. Zoveel is zeker dat Galilei de zaken niet makkelijker heeft gemaakt door de meest komische figuur uit de Dialogo, namelijk Simplicio. Degene die steeds de aristotelische argumenten mag verwoorden en tegen zijn twee gesprekspartners dus keer op keer het onderspit moet delven op een heel scherpzinnige en tegelijkertijd buitengewoon amusante manier. Dat Galilei uitgerekend aan deze Simplicio helemaal op het eind van het boek, wanneer er een soort slotconclusie moet worden getrokken, het lievelingsargument van de paus in de mond geeft, namelijk dat hoe wij mensen over deze dingen ook kunnen praten, over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, God het uiteindelijk toch allemaal nog heel anders zou hebben kunnen ingericht dan wij eindige en sterfelijke en beperkte mensen kunnen vermoeden. Dat Galilei dat lievelingsargument van de paus nou juist aan Simplicio in de mond geeft, ja, wat je er ook verder van kan zeggen, maar dat is geen tactische meesterzet geweest. En het is goed mogelijk dat dat minstens voor een groot deel die extra razernij van de paus verklaart. Stel dat mijn vader echt bewijs had voor de leer van Copernicus. Zou hij dan minder problemen hebben gehad? Er is een belangrijk document uit 1615, een brief van kardinaal Bellarmine. Niet gericht aan Galilei, maar wel aan een medestander van hem, waarin Bellarmine betoogt dat de uitweg die Galilei bood uit het bijbelinterpretatieprobleem, dat die uitweg onder zekere omstandigheden begaan zou kunnen worden. Want laat ik dat even duidelijk maken. De kern van de zaak heeft zich steeds afgespeeld rondom de interpretatie van de Bijbel. Het was een exegeseprobleem. Er zijn een aantal passages in de Bijbel waar betrekkelijk duidelijk en ondubbelzinnig wordt gezegd, of althans geïmpliceerd, dat de aarde stilstaat. Een psalmregel, nog een aantal van dergelijke passages. Galilei betoogde, en hij was de enige niet, dat dergelijke passages niet letterlijk moeten worden opgevat, maar dat wij verstandig doen die te interpreteren als manieren waarop degene die Gods woord heeft opgesteld, heeft neergeschreven, zich aan het dagelijks spraakgebruik aanpast. Bellarmine legt dan vervolgens uit onder welke omstandigheden hij bereid zou zijn, of de kerk bereid zou kunnen zijn, tot een dergelijke, bij nader inzien niet letterlijke interpretatie van passages die tot dan toe altijd letterlijk waren opgevat. En dan zegt hij uitdrukkelijk, wij zijn bereid dat te doen wanneer het bewijs, het, om zo te zeggen, het wetenschappelijk, het filosofisch bewijs is geleverd.
Tot nu toe, zegt Bellarmine dan, is mij niet bekend dat zo'n bewijs geleverd zou zijn. Nou, daar zit natuurlijk een enorme uitdaging in aan de hand van Galilei, ten opzichte van Galilei. Kom maar met je bewijs. Er zijn geruchten dat mijn vader er werd ingeluist, omdat hij mensen beledigd heeft. Hij was zeer zeker niet 's werelds gemakkelijkste persoon, zoals de meeste buitengewoon scherpzinnige en capabele mensen dat niet zijn. Zijn ongeduld met ons wat middelmatiger mensen stak hij niet onder stoelen of banken. Hij stond natuurlijk in zijn hoedanigheid van hof, mathematicus en filosoof, onder een zekere druk. Hij moest zo spectaculair mogelijk discussies voeren. Nou, dat kon niet. Hij was een verbaal buitengewoon begaafd man. Zijn lievelingsmethode in discussie met Aristotelianen aan het hof was om de argumentatie van zijn tegenstander eerst nog heel ver te versterken. En je vergat nog dit en dit en dit en dit argument, om ze vervolgens stuk voor stuk te weerleggen. Nou, dat is sowieso al geen genoegen en al helemaal niet wanneer dat gebeurt voor het ongetwijfeld grijnslachende gezicht van de groothertog in persoon. Het is dé manier, zoals een van de vele biografen van Galilei heeft aangeduid, voor een lachsucces van de avond en een vijand voor het leven. Veel van die vijanden, dat heeft ook te maken met de prioriteitsconflicten waar Galilei zich enigszins nodeloos in heeft gestort, waren jezuïeten. En het ziet er wel naar uit dat de jezuïetenorde zich op een gegeven moment van enthousiaste bewonderaars van Galilei in een latere fase tot zeer gevaarlijke tegenstanders heeft ontwikkeld, die de afloop van het proces zeer zeker heeft beïnvloed. Maar waarom bestudeert u het proces van mijn vader eigenlijk? Wat voor de historicus vooral interessant is, is het proberen te onderscheiden van de diverse motieven, de achterliggende logica daarin. Bijvoorbeeld Galilei aan de ene kant het opeisen, want dat doet hij in feite, van het recht tot bijbelinterpretatie. En begrijpen dat dat voor de kerk natuurlijk toch moeilijk te slikken is. Die van mening is van, ja hoor eens, daar zijn theologen voor. Dat is niet de taak van een leek. En dat is natuurlijk een van de essentiële opvattingen van met name de katholieke kerk. Zoiets lag in het protestantisme onvermijdelijk anders. En tegelijkertijd te zien dat Galilei daarbij werd gedreven door motieven die van een katholiek gelovige zijn. Galilei benadrukt herhaaldelijk, en dat is zonder enige twijfel ook als oprecht op te vatten, dat hij de kerk wil behoeden voor het maken van een vergissing. Als de kerk zichzelf vastlegt op een wetenschappelijke opvatting die onjuist kan blijken, dan kan dat aan het gezag, het leerstellig gezag van de kerk geen goed doen. Nou, wat je dus krijgt, dat is dat historici vooral proberen om te laten zien hoe vanuit zeer uiteenlopende motieven die tragedie uiteindelijk tot stand heeft kunnen komen. Het ziet er niet zo goed uit voor mijn vader, vrees ik. Alhoewel, niets is zeker, weet ik nu. Ik krijg de beslissing in hun handen. Het einddoel is bereikt, maar nog niet gewonnen. Nu begint de slotscène, het eigenlijke proces. Jullie spelen nu de hoofdrol. Als jullie genoeg argumenten naar voren kunnen brengen ter ondersteuning van mijn vaders theorie, maken jullie Galilei en zijn dochter voor altijd vrij. Oefen. Gebruik je attributen. Zorg dat je geen fouten maakt en dat je zeker bent. Eigenlijk is deze tocht ook een beetje jullie proces. Ga ervoor. Ga naar Rome.
24 juni 1633. Lieve Virginia, beste studenten. 2 dagen geleden heb ik mijn vonnis aanhoord. Officieel ben ik veroordeeld omdat ik ondanks een vroeger verbod het Copernicanisme openlijk heb aangehangen in mijn werk Il Dialogo. Volgens de Inquisitie is mijn stelling dat de zon het middelpunt van de wereld is een absurde en ketterse stelling, daar ze uitdrukkelijk in strijd is met de Heilige Schrift. Mijn boek werd op de index geplaatst en ik werd veroordeeld tot huisarrest voor onbepaalde duur. Ik ben geen held. Het is niet nodig om van mij een held te maken. Ik heb op diezelfde dag het Copernicanisme openlijk afgezworen en beloofd dat ik deze theorie nooit meer zal aanhangen. Gelukkig is er mijn droomwereld, die me toelaat de impact van mijn daad in te schatten. Ik weet nu dat er in de moderne tijd een paus zal zijn die mijn vonnis zal opheffen en dat ik ondanks mijn vergevorderde leeftijd in staat zal zijn om nog 1 boek te schrijven, de Discorsi, waarin ik mijn inzichten over de mechanica zal samenbrengen. Dit boek zal niet zo bekend worden als Il Dialogo, maar toch zal het voor de ontwikkeling van de natuurwetenschappen van meer belang zijn. Op die manier heb ik met mijn laatste werk iets onomkeerbaars in gang gezet. Mijn werkwijze is nog steeds een standaardmethode van de fysica. Grote namen zoals Newton, Laplace en Einstein hebben op dit fundament voortgewerkt en van de mechanica een complete theorie gemaakt. Dit geeft me toch wel enige voldoening. De pijn van mijn proces wordt hierdoor verzacht. Mijn zwaarste onthulling moet nog komen. Toen ik mijn laatste rustplaats bezocht, heb ik de studenten nog voor een laatste keer ontmoet. En nu kon ik er niet meer onderuit. Ze wilden mijn gezicht zien. Ik ben niet de schim van Galilei, maar een eenvoudige leerkracht die de geschiedenis gebruikt om het fascinerende en het menselijke van de wetenschap aan te brengen. Ook jij, Virginia, hebt die rol gespeeld. Deze reeks was een aanzet om de historische Galilei tot zijn juiste proporties te herleiden. Hiervoor hebben we in fictieve brieven een beroep gedaan op wat de hedendaagse wetenschapshistorici over deze figuur hebben ontcijferd. Ik weet zeker dat Galilei ons dit bedrog zal vergeven. Met zijn boeken in dialoogvorm was hij zelf een belangrijk popularisator. Hopelijk zijn we er ook in geslaagd om jullie vooringenomenheid ten aanzien van wetenschap een beetje te wijzigen. De val van Galilei gaat niet alleen over vallende voorwerpen. Het gaat vooral over de vallen waarin je verstrikt raakt als je denkt dat je op alle vragen het juiste antwoord hebt.